Bij een trapleuning maken wij altijd een smetplank. Je ziet wel eens voorbeelden van trapleuningen die direct op de muur geschroefd zijn, maar die smetplank heeft toch een functie. Behalve dat het dan vies wordt aan de muur als je met je handen er langs gaat, heeft het ook een constructieve functie. Die steunen die aan de trapleuning zitten, die worden veel steviger. Houden die veel steviger op een smetplank dan direct op de muur. Dus die direct op de muur zitten, die gaan nog wel eens los. En als een klant met zo'n probleem komt, dan raad ik altijd aan om een smetplank te doen. In mijn werkplaats heb ik planken opgehangen met een plankendraagsysteem. Je kent dat wel, je kan ze overal kan je ze kopen. Dus dat zijn van die plankendragers die je zo in kan haken. En dan zitten van die schroefgaten en dan kan je ze gewoon direct op de muur met een schroef en een plug kan je ze natuurlijk zo op de muur schroeven. Maar in de praktijk gebeurt nog wel eens hetzelfde verhaal als met de smetplank, dat die ook wel eens losgaan bij wat vrachten. En wat dan de oplossing is om ook een soort smetplank achter zo'n plankendrager te maken. Dus je maakt eerst een plank op de muur en daar schroef je die plankendragerrail op. En het gekke is dat die dan meer houdt dan gewoon maar alleen maar een plugje in de muur.